Kijkers, Botlek TV en natuurlijk Link Media, een hele goede middag. Het is vrijdag 28 juli 2023 en ja, we zijn aanwezig bij LTV, de LOL Tennisvereniging De Hartel. Daar de Hartelbrug, daar de Spijkenissenbrug. We zitten dus in Spijkenissen en dan weet u ongeveer waar we zitten. Voor Botlek TV hebben we er al eens aandacht aan besteed. De padelbanen. Drie stuks hier bij de Hartel, die worden straks in gebruik genomen. Mensen verzamelen zich al en er is een keur aan belangrijke mensen. Nou, iedereen is belangrijk natuurlijk, maar sommigen zijn net even iets belangrijker als de ander. Wie dat zijn, dat hoort u zo meteen. Op de achtergrond hoort u misschien al wat balletjes slaan, een beetje inslaan. Maar straks de opening. En de opening, Ad Wolterbeek, de voorzitter van de vereniging. En Martijn Hamerslag, wethouder, onder andere van sport. En Hamerslag gaat ook even zo meteen een balletje slaan. We zijn heel benieuwd hoe die het ervan af gaat brengen. We gaan luisteren naar ongetwijfeld een aantal mooie toespraken. Daar gaan we in knippen, daar gaan we in plakken. Zodat het niet te lang wordt, maar toch voldoende dat u een goede impressie krijgt van het geheel. En daarna padellen. Dan is nu de tijd om toch een dankwoordje uit te spreken en dat doe ik met name naar de gemeente. De gemeente Nissewaard is vanaf het begin heel positief geweest voor het leggen van de padelbanen binnen onze vereniging. En ik denk met alles wat wij wilden bespreken, met alles wat we, alle problemen konden we heel goed bespreken met de gemeente. En de bijdrage van de gemeente is echt ook niet mals geweest. Ik bedoel, wij zijn daar echt heel tevreden over. Dus dat wil ik voorop stellen. Voor de rest is het zo dat ik... dan wil ik mijn dank uitspreken. Ik heb de telefoon niet uitgezet, dat is ook heel slordig. Ik heb mijn dank uitspreken naar Padel Nederland. Die zie ik nog niet. Maar die kwamen om rond 5:30, 6:15 de paella brengen. Dus dat is ook wel belangrijk. Dus ik hoop dat ze er rond die tijd in ieder geval wel zijn. Voor de rest de firma Minnekes, dat is de groenvoorziener uit Zuidland, die heeft gezorgd voor het rooien van het bos, inclusief het, hoe heet dat, stobberrooien, hè Bert? Stobberrooien, ja. Moeten wel wortels verwijderen. Ja, daar had ik ook nog nooit van gehoord, dus zo in het hele traject leer je dan ook nog dingen, maar dat heet dus stobberrooien. En Teun Kap komt uit Appelbroek. Weet je dat? Waar komt Teun Kap vandaan daar ergens? Ja, voor mij komt hij gewoon uit Voorne Putten. Laten we het daar wel op houden. Zullen we het daar op houden? En Teun Kap die heeft tot nu toe de bestrating gedaan. En dat stukje aan de zijkant moet ook nog gebeuren, maar daar was nu geen tijd meer voor. Nou, dan heb ik in ieder geval, denk ik, de belangrijkste mensen bedankt in ieder geval voor hun bijdrage. Uiteraard het voltallige bestuur en de mensen die ik net noemde, die het mogelijk hebben gemaakt om de padelbanen neer te leggen. Voordat ik dat ga doen, en gaan we samen doen trouwens, want dat ga ik niet alleen doen. Toch heel even kort. Gefeliciteerd uiteraard met deze drie geweldig nieuwe padelbanen. En ik moet uitkijken wat ik zeg, want ik heb allemaal besturen van andere tennisverenigingen gezien. Maar denk ik toch wel op een van de mooiste locaties van Spijkenissen en Nissewaard. Midden in het park, omringd door de bomen. Op een geweldige locatie, maar dus ook een uitdagende locatie, zoals Ad al even aan refereerde, om ze hier te gaan realiseren. Bij een van de oudste tennisverenigingen volgens mij van Spijkenissen, of de oudste. Bedankt voor de correctie, Ad. Mooi dat dat gelukt is, een,
een lang proces. Belangrijk denk ik ook voor de vereniging, want volgens mij wordt er elke dag in Nederland wel ergens een padelbaan geopend. Niet meer weg te denken, denk ik, bij de tennisverenigingen. En dus ook belangrijk voor de toekomst van zo'n tennisvereniging om dat te realiseren. En ik ben blij dat het bestuur en deze vereniging die handschoen opgepakt heeft en echt zijn nek heeft uitgestoken om deze padelbanen hier te realiseren. Het is een sport die van jong tot oud gedaan kan worden, heel toegankelijk is. En als gemeente zijn we dan ook ontzettend blij dat deze voorziening hier is gekomen. Net zoals dat op een aantal andere plekken al is gebeurd en hopelijk op nog meer plekken gaat gebeuren. Ik wil de vereniging vooral ontzettend mooie toekomst toewensen en ik ben ervan overtuigd dat dat met deze padelbanen gaat lukken. Deze vereniging gaat een mooie toekomst tegemoet. Ik heb begrepen dat het qua ledenaantallen ook al een hele mooie ontwikkeling laat zien. Dus dat betekent denk ik dat er juiste besluiten zijn genomen. Daar mogen jullie trots op zijn. Ik zou zeggen, veel plezier en veel geluk met deze mooie nieuwe banen. Dank jullie wel. Proost. Als er nog mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar het nieuwe ledenaantal, dan hebben we nu, 47 hartelleden die ook zijn gaan padellen. En we zitten op 93 padel-only leden. Dus als je dat heel snel bij elkaar optelt, zitten we momenteel op 150. Dus ik denk een heel mooi resultaat. En dan ga ik nu het woord geven aan Bert. Wat we net al een beetje hoorden is dat we een klein demonstratie, nou geen demonstratiewedstrijdje. Ik wil proberen meer een beetje een proefpartijtje te spelen met Martijn. En ook met Uriel Maarsen. Hij is de voormalig nummer 1 padel van Nederland. Dus ik denk dat we daar, Martijn en ik, daar goed naar moeten kijken hoe dat echt moet. En daarnaast hebben we ook Mitchell Villier bereid gevonden. Hij is vroeger hartel lid geweest hier. Om ook een balletje mee te slaan. En misschien wilde hij ook nog wat extra's toelichten. En wat we daarna gaan doen is, gaan we kijken naar een echte demonstratiewedstrijd. Dan gaat Uriel met Miguel en ook met Orlo en nog een andere vriend echt een demonstratiewedstrijd geven. Dan kunnen we echt kijken hoe het moet. Dus met die introductie wil ik eigenlijk Mitchell nog eventjes voorstellen en naar voren halen. Dan kunnen we zien wat Mitchell is en misschien wil hij nog wat leuke woorden toevoegen. Mijn enige vraag die ik nog heb is aan je, hoe lang speel je al padel en daarnaast heb je nog een advies voor onze vereniging? Nou, hier komt die. Die is kort maar krachtig. Dat is gewoon nul ervaring. Ik heb dat ding nog nooit in de klauwtjes gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat aan gaat voelen. En voormalig nummer 1 hier links van mij, Uriel Maarsen. Ja, die ken ik nog uit de tennisperiode. De tennistijd. Ja, we hebben wat potjes tegen elkaar gespeeld, getraind. En er werd eigenlijk altijd fanatiek getraind. Dus ja, ik zie hier een blauwe gloed. Ik zie hier wat lijntjes. Ik heb net nog even snel op YouTube gekeken wat de spelregels zijn. Nou, die zitten wel in het slotje nu. Maar ik ben benieuwd. Maar toen, kijk, dat vond ik wel mooi. Ergens begin juni kwam Ad Woltebeek op de lijn. Telefoontje ging af in het broekzakje. Dus ik keek naar het schermpje, Ad Woltebeek. Ja, ik had hem nog opgeslagen. Nou, ik denk, nou, wat moet die nou, joh? Heb ik hier nog iets geflikt? Want ik heb wat dingetjes meegemaakt hier. Maar ja, dan zal ik niet over uitweiden. Dus ik nam op. Hey Ad. Hey Mits, met Ad, zei hij. Nou, en het klonk werkelijk waar. Ja, als 15 jaar geleden. Ik speelde toen tegen zijn zoon Patrick. Ja, die wedstrijd vergeet ik nooit meer. Voorste baan. Ja, ik werd weggeveegd. En het voelde alsof hij nog eventjes wilde zeggen van sportieve rivaliteit hoor, weliswaar. Maar van joh, mijn zoon heb je lekker afgemat, hè. Nou, dat gevoel heerste er meteen eigenlijk. En daar wil ik eigenlijk ook aan refereren aan deze vereniging. Ik ben hier een aantal jaren lid geweest. Op een redelijk hoog niveau mogen tennissen. Hele leuke connecties mogen maken.
En ja, een paar leuke anekdotes, moet ik toch wel zeggen. De herinneringen die ik nog steeds koester. Eén daarvan, ja, het gravel is verdwenen. De dakpannen, hè? Het bouwafval waar het gravel van is gemaakt. Ja, die zie ik hier niet meer. Maar toen dat er nog wel lag, en ja, dan had je zo'n plensbui. En op een gegeven moment ja, moest er toch weer getennist worden. En toen zag je die saamhorigheid weer, hè, van al die leden. Om snel weer op die baan te kunnen komen. Ja, de sponsies die kwamen uit die garageboxen. Ja, en zuigen en draaien met die dingen, joh. Ja, dat was mooi. Ja, u hoort het al. Er wordt gestreden, gestreden en gestreden. Wie staan er op de baan, Ad Wolterbeek? Op de baan staan Uriel Maarsen, uiteraard. Dat wisten we misschien al. Dat is de huidige, nee, niet de huidige, de voormalig nummer 1 van Nederland. Naast hem staat Bob de Jong. Dat is een van onze eigen leden. Daarnaast staat een dat iets kleinere meneertje is een collega van Uriel. En hier voor ons, we hebben hem al eventjes gehoord. Ja, dat is Mitchell, hè? Mitchell Fayet, oftewel de Rotterdamse glimlach. Wie kent hem niet? Ja, wie kent hem niet? Kijk eens, Botlek TV, Link Media. Hoe noem je hem? De glimlach? De glimlach van Rotterdam. Ja, hij zelfs midden in de zomer sneeuw schuiven en dat soort zaken. Ja, Ad, voorzitter, nog steeds van de LOL Tennis Vereniging. Ja. Maar er komt waarschijnlijk een P tussen. Dus dat wordt LPT nog wat. Het LHBT of wat dan ook. Maar komt een naamverandering. Ben je tevreden over de opening en over de banen en de opkomst? Nou, ik kan wel zeggen dat de opkomst mij bijzonder heeft verrast. Van tevoren wisten we natuurlijk absoluut niet wat we konden verwachten. He, je gaat uit van, ja, komen er 30 man, komen er 40 man. Maar deze opkomst is, ja, werkelijk geweldig. Dus wat dat betreft ben ik zeer tevreden. En over het uiteindelijke eindresultaat van de banen kan ik ook zeggen dat ik uiterst tevreden ben. Ja, het ligt er prachtig bij in het bos. Het kleine bos, zo heet het ook hier, is het niet? Het wordt steeds kleiner, hè? Ja, het bos wel, maar de tennisvereniging die breidt uit. Ik denk wel dat het een beetje de laatste uitbreiding zal zijn. Ja, dat zou je af kunnen vragen. Je merkt nu al dat padel natuurlijk een hele grote vlucht neemt. Als ik de laatste weken bekijk, dan zie je dat de banen van de padel eigenlijk constant 's avonds vol staan. En als je op de tennisbanen kijkt, dan zijn die een stuk minder bezet. Dus ja, wie weet in de toekomst misschien. In de toekomst een tennisbaantje weg en een padel erbij. Zou zomaar kunnen. Maar jullie hebben wel veel nieuwe aanwas, ja. Nieuwe leden. Klopt. Puur voor het padel of combinatie? Er zijn er ongeveer een 47 voor de combinatie. Die komen dus uit de eigen vereniging. Die zijn padel dus naast de tennis gaan doen. En we hebben tot nu toe 93, dus echt nieuwe leden voor het padel only. En wat wij heel graag willen, maar dat heeft Mitchell net ook al gezegd. Wat wij absoluut niet willen is dat er twee aparte verenigingen worden. Dus dat mensen zich af gaan scheiden van de tennissers en de tennissers zich afscheiden van de padellers. Wat wij nu heel veel zien, en ik snap dat dat nog een beetje in moet slijten. Dat mensen die s'avonds gebadeld hebben, heel snel via die kant van het park weer verdwijnen. En misschien niet weten dat er aan de andere kant van het park een clubhuis ligt. Ja, want die inkomsten heb je ook keihard nodig natuurlijk. Ja. Hè? Want alleen met contributie ga je het niet redden. Nee. Er moet ook veel gedronken worden. Mag ook 0,0 zijn. Kastjes en noem maar op. Ja. Het hoeft niet altijd alcohol te zijn. Nee. Maar ben je lid toevallig van de Hartel en je komt hier padellen. Dan moet je natuurlijk ook de club op een andere manier een beetje steunen. Dat kan trouwens, want je hebt een oproep gedaan. Ja. Althans, Bert. Ja. Om de QR-code te scannen en misschien een cadeautje te geven. Een kleine donatie voor de inrichting van het terras van de padelbanen is altijd welkom. Kijk, we moeten nog kijken naar een
een stukje overkapping, op welke manier dan ook. Dat als het op een gegeven moment gaat regenen, dat mensen misschien niet helemaal naar het clubhuis moeten, maar hier even kunnen schuilen. En het is ook de bedoeling dat we straks, zeker in het najaar, competitie gaan spelen. En dan zullen er ook mensen heel graag op het terras willen zitten om te kijken. En wat we nu hebben gedaan is een aantal stoelen en tafeltjes van ons huidige terras afgehaald om het hier een beetje op te leuken. Maar de hele inrichting van de padelbanen zelf moet hier ook nog komen. Nou moet ik wel daar eerlijk bij zeggen dat de Club van 40, dat is een club van leden van de Hartel die elk jaar een bepaald bedrag doneren. Het zal je niet verbazen dat dat 40 euro is. Dat zijn een fors aantal leden. Die hebben nu al een flink bedrag ter beschikking gesteld om het op te leuken. Dus dat gaan we zeker gebruiken en daar zijn we ze ook heel dankbaar voor. Maar elk beetje extra is welkom om het nog leuker te maken. Nou, Mitchell, de glimlach van Rotterdam, heeft een opponent gevonden. Een man die nog meer en nog beter kan praten als hij. Net zo geestdriftig. Misschien dat je kan toasten en proosten op je eigen vereniging, op padel. Wij doen het vanaf de andere kant met Botlek TV en Link Media. Beste mensen, Ad Wolterbeek, proost. Proost. Dank u wel allemaal. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat maakt het goed leuk.